vanavond staan we stil bij 80 jaar vrijheid, specifiek in de gemeente Eersel. Naast mij staat J.W. Roy, het zal je niet zijn ontgaan. Ik ben Sjoel Keres. Samen hebben wij gewerkt, ruim 2 jaar, eigenlijk veel langer nog, aan de voorstelling die in Knechtsel gespeeld heeft bij Theater Het Ros, Het Lot van de Gebroeders Hoeks. En die Gebroeders Hoeks die zijn voor ons in ieder geval en voor heel veel mensen die meegewerkt hebben aan die productie, een soort van symbool geworden van die vrijheid hier in de gemeente en Eersel in het bijzonder, het dorp Eersel. En vandaar dat wij nu een klein fragment gaan spelen en zingen uit die voorstelling. Ik zie jou in een hoedanigheid optreden vanavond. Het ging mij overigens de liedjes door merg en been. Mm-hmm. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, dit stuk over de Gebroeders Hoeks, de Eerselse verzetsboeren op de grens, dat stuk werd geschreven. Het werd een toneelstuk, openluchtstuk in Knechtsel, de Theater Het Ros. En ik kreeg het scenario te zien. En zei, ja, er is maar één ding wat bij mij komt, is de rots als vertrouwen. Die mannen die geloofden in het geloof, die geloofden in het goede, die wilden het goede doen. En dat hebben ze tot op het laatste moment volgehouden. Hè? Want ze zijn nog opgepakt. Hebben ze hier in Eersel op het politiebureau vastgezeten. De kans gehad om te ontsnappen, aangeboden. Hebben ze niet genomen, want ze geloofden dat het goed zou komen. En dat de Norbertijnen in plaats van Abdij en Postel hun zouden redden of wat dan ook. En ja, ze zijn, dat is een werkelijk, zo'n indringend verhaal. Dat daar kan ik er zo'n liedje bij maken. De Gebroeders Hoeks. Daar onder die boom, daar namen we afscheid. Tot ziens, tot snel, tot over een tijdje misschien. Waarschijnlijk tegen beter weten in, maar de broers die weigerden zich te laten kennen. Maar ik denk dat ze het wisten. En eigenlijk weet ik dat wel zeker. Ze wisten dat hier onder die boom in Eerselier de laatste keer zou zijn. De laatste keer dat wij elkaar stevig vastvatten. De laatste keer dat ze ons moeder Dien goed in de ogen keken. En ook de laatste keer dat ze elkaar diep in de ogen keken. Ze wisten het. Ze wisten het. Kom hier dicht bij men, voordat het donker valt, dicht bij men. Kom hier met uw neus in de wind en kijk me aan. Met uw neus in de wind. Begrijpen, dat doe ik het niet. En dat zal ik nooit niet komen, denk ik. Maar zo is het gegaan. Zo moest het gaan. En dit is ook de enige manier waarop het kon gaan. Ik keek ze na. Beetje boos. Heel verdrietig. Maar ook trots. Vooral heel erg trots. Kom hier, dicht bij men, voordat het donker valt, dicht bij men. Kom hier, met uw neus in de wind, en kijk me aan, met uw neus in de wind. Oh, en wat er ook verandert, oh, en al wordt alles anders. Ja, we blijven geloven in de alles wel overwaait. Ja, en ik zal hier zijn tot de zon weer schijnt. En gij blijft dan dicht bij men. Blijf heel dicht bij men. Mm. 19 september 1944. Theo van den Berg die klopt op de deur van de boerderij. Er wordt gevraagd of hij binnen wil komen, maar hij blijft liever buiten staan. Eigenlijk hoeft hij niks meer te zeggen, want zijn blik die zegt genoeg. Maar hij voelt dat hij verschuldigd is. Hij moet het zeggen. Met pijn in het hart moet ik jullie mededelen dat Janus en Jan op 11 augustus gefusilleerd zijn. Te Vught. Ik had het idee om dus 85-plussers te laten praten over hun jeugdjaren in de oorlog. Maar ik had eigenlijk geen idee over de uitwerking tot er iemand riep... Hé, daar kunnen we een mooie film van maken.
En als dan vervolgens de gemeente dat idee overneemt en ze zorgen voor financiering, ja, dan gaat het lopen. En hebben een soort tournee gemaakt door de Kempen. Want ik had een aantal mensen had ik gevraagd, dan voel je daar iets voor? En die mensen die hebben me weer verwezen naar anderen. En zodoende zijn we eigenlijk spoedig aan 12 mensen gekomen die we geïnterviewd hebben. Dat zag er allemaal indrukwekkend uit. We hebben de film gezien. We laten ook wat stukjes zien. Hij was gelegerd in Venlo. En hij vertelde, onze vader was, ik denk, 1,58 meter of zoiets. Moest handgranaten over de Maas gooien, dus dat steek te houden. En ik kwam nog niet half weg zitten. Ja, ja, heel het Nederlandse leger stelde natuurlijk een inbalver en dat was mee gebeurd. Ik heb een leraar van Tritovius uitgenodigd. Die was erg enthousiast. En Tweede Wereldoorlog wordt pas behandeld op het eind van het schooljaar. Dan krijg ik weer contact met de club. Ze was erg te spreken over de uitleg. Ze heeft wel gezegd van, nou, ik heb er nog een paar dingen die zijn misschien wat te pittig voor de jeugd. Of die zou je misschien wat anders moeten doen. Nou, dat ga ik graag overleggen met de sectie geschiedenis. Want daar heb ik intussen ook contact mee. En dan hoop ik in ieder geval voor groepen, middelbare scholieren, ook die toch nog een keer te kunnen doen. Je kon er niet meer in, je kon er niet meer uit. En dan kwamen ze huis aan huis, de mannen uit het huis halen. En dat deden ze altijd op zondag, want zondags waren de mannen thuis. En mijn vader was een pendelikker, was een onderwijzer, had twee linkse handen. En hij werd ziek van de gedachte dat hij naar Duitsland moest. Dat wou hij niet, dat kon hij niet, dat moest niet, dat was hij. En van ellende ging hij in bed liggen met zijn pyjama aan, en dat weet ik nog. En hij had op zijn nachtkastje had hij medicijnen gezet die hij nooit gebruikt. Op de basisschool geef ik als lid van comité 4, 5 mei, ben ik docent om elk jaar rond mei, geef ik de kinderen uitleg over Eersel, ik geef over de oorlog. En dat is een vaste prik, ook in mijn programma. Ik werd in mei, waar is dat? 10 mei. 10 mei. Toen werd ik wakker, als jongen van 6. En ik zag hem als een Duitse soldaat bij mijn slaapkamer aan staan, binnen. Die was al binnen. En ik verschoot me rot. Dat kunnen we wel begrijpen. En ik keek een beetje bang. Die soldaat draait zijn eigen om. En die zegt, oh, weet niet. En die pakt in zijn zakken een speculaas. En die geeft die aan mij. Dat was de eerste kennismaking met een Duitse soldaat. En er zijn ook kinderen waar het nog de ver van een bedshow is, maar je hebt ook kinderen die al erg goed op de hoogte zijn. Dat is erg leuk om te doen. Miste geleden van de oorlog, daar heb ik de Nürtendag gekregen. Toen waren we in de school en de meesters die liepen allemaal met zo'n lang gezicht rond. En wij moesten zo in twee rijen staan en ik stond voorop op één plak. En de meester zei, ja, de oorlog is uitgebroken. En nou moeten we recht naar huis gaan allemaal, zo. En ja, omdat het gevaarlijk is. En dan is vandaag is er dus geen school. En ik riep, hoi! En ik kreeg een klap. Je vergeet er nooit meer. Dat is het meeste wat ik geleden heb van de oorlog. Nou, wat ik heel belangrijk vind, is dat verhalen worden verteld. En ik heb al eerder proef gedraaid met het vertellen van verhalen rondom de monumenten in Eersel. En hebben we dit jaar nog eens dunnetjes over gedaan. En het leukste van alles vind ik dat je daar dan ook anderen bij kunt betrekken. Want je moet niet alleen zelf te veel willen uitvinden. Om een voorbeeld te geven. We hebben daar een audiotour van gemaakt. En in die audiotour, daar zitten ook stukken muziek in. En hoe kom ik aan die muziek? Nou, om één voorbeeld te geven. Ik heb in de rondleiding gesproken over de arbeidsaanzats. Dat was natuurlijk niet niks, want heel veel jongens uit de Kempen die werden toen verplicht te werk gesteld in Nazi-Duitsland. Die moesten bijvoorbeeld gaan werken in de Mauserfabriek in Oberndorf. In Oberndorf brak tyfus uit en daarom werd besloten dat er in Eersel gebeden zou worden bij de studentenkapel. En dat was de eerste stop op weg naar van de monumenten. Toen had ik van Kees Lonen uit Reuzel een tekst gevonden op de melodie van Achter in het Stille Klooster. En ik denk, goh, wat zou het leuk zijn als we die melodie eens lieten zingen door een aantal sonore mannenstemmen.
En die heb ik gevonden in het kerkkoor Gaudiamus. Dus, maar Kees had 12 coupletten geschreven. Daar hebben we er 2 van opgevoerd. Hetzelfde als het Wilhelmus, dat heeft er ook veel meer. Daar voeren ze er ook maar 2 op. Ik kende ook het verhaal. Ik hoorde jou het zingen en het was hartverscheurend. Dat is het ook, ja. Want als je dat stuk ook... Gewoon, ik had iedere avond kippenvel en tranen in mijn ogen. En dat heb ik echt nog nooit met een toneelstuk gehad. En dat hadden we nu... Ja, het was zo indringend. En zo de pure schoonheid van vertrouwen. En iemand anders iets goeds willen bieden. Ten opzichte van de bruutheid van het geschade vertrouwen. Ja, dat is gewoon contrast. Wat... Ja, dat is gewoon door de eeuwen heen. Dat zing ik ook. Terugkijk door de eeuwen. Ja, de mens is in principe... Zeg ik al, niet zo. Die mensen zijn eigenlijk slecht. Je moet hem goed opvoeden. Je kunt wel kop in het zand gaan steken. Of wachten tot de storm weer overwaait. Zo zitten we niet in elkaar, des wel gebleken. De mens die oost en de boer die zaait. Achteraf hadden we beter moeten weten. Maar ja, zo zijn wij niet groot gebracht. We proberen veel te geven dan te delen. Geen woord te veel, maar alles mee het hart. En een rotsvast vertrouwen. Ook al met een nieuwe rum, een rotsvast vertrouwen, het draait de drum. Ja, we kunnen ons vergissen, voor genade ik laat de kisten. Maar een rotsvast vertrouwen, en zo. Nu ook min of meer als mijn opdracht om ervoor te zorgen dat ook jongeren geïnteresseerd zijn in die verhalen en dat mogelijk ook weer over kunnen nemen naar de volgende generaties. En ja, ik hoef jou niet te vertellen dat er op de wereld over 80 jaar weer heel wat herdacht moet worden. Denk aan Gaza, denk aan de Oekraïne. Daar hebben mensen hun handen nog aan vol.